Ja, ik blij. De druk is eraf. Hij zegt dat hij goed was. Hij was ook goed. Hij is snel, hij is sterk. Maar ja, hij moet eruit komen. Hè. Komt het nog vroeger dan jij hebt verwacht, of niet? Vroeger? Ja, dat al 3 dagen geleden kan gebeuren. Maar we moesten een paar dagen wachten. Gisteren was hij niet goed. Maar de eerste dagen was hij ook wel sterk. Gisteren voelde hij iets minder. Heeft hij ook aangegeven dat hij een paar keer van de makkelijk weg heeft gekozen. Maar vandaag... Vandaag is het uitgekomen. Ik ben blij voor hem. Hij werkt heel hard. Als die afgelopen jaar was hij zoveel keer tweede en dan net niet. Ik ben gewoon blij voor hem. Merk je veel van frustratie bij zo'n jongen gaandeweg de Tour, als het niet lukt? Nee, niet echt frustratie. Maar je weet elke keer als een etappe voorbij gaat en je niet wint. En zeker als je de eerste dag zat hij wel goed. Als het er niet uitkomt, ja, je wil gewoon het. Als je op je waarde geklopt bent, dan zo is het. Maar je moet wel een kans hebben. En vandaag had hij wel een goede open baan en dan kon hij wel laten zien. Heb jij het idee dat nu de band is gebroken of is dit een Tour de France waar je eigenlijk elke dag bijna een verrassende sprinter hebt die gaat winnen? Ja, wie weet. Het is niet niemand domineert op dit moment. Ik durf niet te zeggen, maar ik hoop dat nu Dylan de sterkste sprinter is en dat wij heel veel op kop moeten rijden.